Ja, goedenavond dames en heren. Dit is Spotlight, de wekelijkse rubriek voor maatschappij en samenleving. Elke zaterdag tussen 4 en 5 en dan om de 3 uur een herhaling. Deze keer hebben we 3 onderwerpen. We beginnen straks met hoe kan je een bedrijf opzetten in een ontwikkelingsland waarbij je dan dus 2/3 door de Nederlandse overheid laat betalen. Dan gaan we het hebben over de reizende school van Domitila. Wie is dat Domitila en wat is dat reizen? En we eindigen met de witte jas, toevluchtsoord voor zieke illegalen, wordt opgeheven. We beginnen dus bij een bedrijf opzetten. Als je een bedrijf wil opzetten in een aantal ontwikkelingslanden, bij name genoemd, dan kan je tot 2/3 van dat geld gesteund worden door de Nederlandse overheid. Dus zeg maar, je wilt een investering van 1 miljoen, krijg je 2/3, ik wou al zeggen 3/4, ik ga wel op de loop vooruit. 2/3 van de overheid. De vraag is, is dat nou ontwikkelingshulp die dus vooral het Nederlandse bedrijfsleven helpt, of hebben de ontwikkelingslanden daar ook wat aan? We praten hierover met de coördinator van die PSOM, Programma Samenwerking Opkomende Markten, Bas Pullens. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja, hoe lang staan jullie eigenlijk al mee te beginnen? Het programma is een beetje voortgekomen uit initiatieven die bij Economische Zaken leefden op Oost-Europa. Daar is eigenlijk toen een variant gemaakt op de opkomende markten, waar de naam ook nog op terugslaat. Destijds vooral, dan praat ik over 97, China, Zuid-Afrika. Is toen overgegaan, nog in de tijd van Pronk en Weijers, naar ontwikkelingssamenwerking. Heeft de vorm gekregen zoals het nu is. Dus het bestaat eigenlijk in essentie 2,5 jaar in deze vorm. Aangestuurd door ontwikkelingssamenwerking. En ook met lijsten nu met landen die veel meer ontwikkelingsrelevant zijn. Er zitten dus nu ook een groot aantal Afrikaanse landen op onze lijst, waaronder Tanzania, ja. Oeganda. Kritiek de moeienis van drijfveld met ontwikkelingssamenwerking is altijd dat men dus ontwikkelingshulp gebruikt ten eigen nutte. Ja. Dat er eigenlijk een soort valse ontwikkelingshulp is. In hoeverre is dat hier het geval of juist niet het geval? Er zit natuurlijk een mix in het programma. Aan de ene kant wil je in de landen zelf duurzame economische ontwikkeling creëren. Dat is puur ontwikkelingsrelevant, omdat je daarmee armoede bestrijdt, inkomen creëert en werk. Duurzame economische ontwikkeling? Op de landen zelf. Ja, ja. Ja. Nee, het woord duurzaam is ook echt zo'n mooi politiek. Dat zijn allemaal kreten woord, natuurlijk. Hè, je hoort er altijd bij, hè, duurzaam. Kreten uit de Haagse kretologie, ja. Zou ik bijna zeggen. Aan de andere kant zit er natuurlijk ook een doelstelling in om Nederlandse bedrijven op die markten te positioneren. Ja. Dus het is dus een win-win situatie creëren waarbij een Nederlandse onderneming lokaal kan investeren en daar een zetje in de rug krijgt. Maar zeker ook lokaal proberen werkgelegenheid en ontwikkeling te creëren waar de landen zelf, de sectoren zelf wat aan hebben. Maar zeg, en zeker ook lokaal proberen tot werkgelegenheid te komen. Het woord proberen, is het niet een eis of is het van, dat is meegenomen als er ook werkgelegenheid is? Nee, het is een eis. Als een van de 3-4 hoofdcriteria zit er werkgelegenheid, creatie in het project. Ja, ja. Omdat je ziet vaak dat er bijvoorbeeld bepaalde investeringen zijn. Ja, dat zal tegenwoordig misschien niet meer zo zijn, maar ik ken een voorbeeld uit India, waarin dus Unilever een zeepfabriek begon. Ja. En inderdaad daar een paar honderd mensen aan het werk zetten. Dus in korte termijn zou je zeggen, nou, dat is werkgelegenheid. Maar ondertussen gingen er dus wel een kleine 1000 plaatselijke zeepsieders, die dus zo'n klein bedrijfje hadden in de achterkamer, die waren broodeloos. Ja. In hoeverre voorkom je dat met dit programma? Dat je dus, zeg maar, als je heel kort kijkt, dat je zegt, nou, kijk, er werken toch 30 mensen, klaar. Ja. Maar dat je onzichtbaar 300 mensen werkeloos maakt. Dat is een argument wat ook in de beoordelingen een rol speelt. Als je bijvoorbeeld gaat naar het opzetten van een houtskoolfabriek bij een houtzagerij, in een joint venture vorm, doen we bijvoorbeeld in Ghana. Nu worden heel veel lokaal houtafval door lokale zwarte landarbeiders in weliswaar vrij milieu-onvriendelijke en inefficiënte manieren tot houtskool verwerkt. Lage kwaliteitshout. Ja. Dus je kijkt natuurlijk wel of je die mensen kan betrekken in het productieproces, wat op een wat meer commercieel-achtige schaal wordt opgezet. En dat is dus wel een criterium wat je meeneemt als voorbeeld dan in het opzetten van zo'n faciliteit. Maar je weet het ook, want vaak, laat ik zeggen met dat voorbeeld van Unilever, ik denk dat men het vaak niet eens weet. Dat er dus een aantal mensen broodeloos gemaakt worden. Je weet het nooit helemaal zeker, want je weet niet hoe die informele economie in elkaar zit. Dat probeer je wel te ondervangen door ook veel lokale geluiden op te vangen voordat je een project goedkeurt voor financiering.
Dat betekent dat we dus niet in Den Haag bepalen welke projecten uiteindelijk gefinancierd worden, maar ook op de plek zelf gaan kijken, op de locatie waar die faciliteit of dat landbouwproject dan plaats zou moeten vinden. En we ook heel goed luisteren naar mensen van bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade in die landen, om te horen. Van wat is nou de gevoeligheid bij een sector als visserij of als landbouw of als houtskoolproductie. Hoe komen de aanvragen van die projecten eigenlijk bij jullie? Want je noemt het woord ambassade en ook daar... Zijn vaak geruchten over dat dus de plaatselijke ondernemers en dus van met name ook dus de westerse ondernemers verdomd goed de weg weten naar de ambassade en dat er dan eigenlijk al een voorgekoud en naar de subsidiegever toegeschreven verhaal komt, waarbij het eigenlijk al in kannen en kruiken is en daar waar men dus de wat kritieke punten kan omzeilen. Hoe wij projecten zoeken is in principe via openbare aanbesteding in Nederland. Dus iedereen, wij doen het op sectorniveau, de lokale overheid daar bepaalt samen met de Nederlandse overheid op welke sectoren wij projecten gaan zoeken. Mm-hmm. Dat betekent dat je een stukje vraagsturing instopt, de overheid in Mozambique mag meebepalen op welke sectoren zij graag Nederlandse investeringen zouden zien. Dat zetten wij uit in Nederland, dat is heel breed gedefinieerd. Eerst krijg je van Mozambique te horen in dit geval, want dat was dan onlangs een informatiedag, daar kunnen we het straks nog over hebben. Maar je krijgt dus, hoe weet Mozambique het? Daar begint het mee. Wij bieden het aan. Je biedt in het heel algemeen aan? Wij bieden het programma aan met een budget. Dat is in principe 10 miljoen per land voor een blok wat we nu voor 2 jaar draaien. En we vragen aan de overheid daar op welke velden zij graag Nederlandse investeringen zouden zien. Want dat moet breed gedefinieerd zijn. Dus 10 miljoen, dat wil zeggen, dat is die 1/3? Dat is 2/3, dat is psomgeld. Dus daar ga je minimaal 15 miljoen aan investeringen mee. Want ik zeg minimaal, want je verwacht natuurlijk daarna nog een multiplier met vervolginvesteringen. Dus je zegt tegen Mozambique, wij bieden een programma aan van 1 miljoen, wat betekent 5 miljoen kan door het Nederlands bedrijfsleven geïnvesteerd worden. Ja. En wij subsidiëren dan dat tot 2/3. En dan zeggen hun, wij zouden bijvoorbeeld graag bepaalde landbouw of bepaalde irrigatie of bepaalde industrie zouden wij willen hebben. Ja. En dan vervolgens gaan jullie naar de Nederlandse naar het Nederlands bedrijfsleven. Ja. En in allerlei bladen publiceer je dan van mensen die daar belangstelling voor hebben, voor die specifieke onderdelen, kunnen op ons inschrijven. Ja. Maar het zijn dus breed gedefinieerde thema's. Als ik het thema landbouw is bijvoorbeeld een thema, heel vaak, dan vatten we dat op als de primaire landbouw, als ook de verwerking, als soms ook een stuk in de keten naar transport. Dat valt allemaal onder de brede keten landbouw. En wat je natuurlijk zoekt is op deze manier bedrijfsinitiatieven. Mm-hmm. Het heeft niet zoveel zin om de Mozambicaanse overheid exact irrigatie op locatie A te vragen. Want dan krijg je niet iets wat duurzaam is. Dan krijg je wel een aanbod van Nederlandse hardware of van Nederlandse aannemers op. Maar die gaan weer weg. Dus wat je moet hebben is de Nederlander die een eigen commercieel haalbaar initiatief wil gaan opzetten. Ja. En die probeer je te ondersteunen. En daardoor hou je de thema's dus breed. Want daar wil je dus voorbeelden van zien te krijgen, projectvoorbeelden. Maar als je het heel breed houdt, dus zeg maar heel algemeen de landbouw. Ja. Ja, dan kan het natuurlijk gebeuren dat er iets geld in geïnvesteerd wordt. Waar dus de Mozambicaanse regering in dit geval niet haar eerste prioriteit aan zou geven. Ja, maar het bedrijfsleven wel haar eerste prioriteit maar dat is dan precies de kritische noot daarbij. Dat dus de Mozambique opgezadeld zou kunnen worden met iets waar ze eigenlijk nauwelijks om vraagt. Nou, ze worden in ieder geval niet opgezadeld met iets wat ze niet willen hebben. Want ze kunnen in het proces zeggen van dat willen we dus niet. Maar ze kunnen inderdaad niet zelf bepalen wat exact het project wordt wat uitgevoerd wordt. Dat laten wij. Dat kan overigens de Nederlandse overheid ook niet in deze. Want dat is helemaal uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie en aan een adviescollege en aan de ambassade die daar dan een veto over kan uitspreken. Maar het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in Nederland en het ontvangende ministerie in het PSOM-land kunnen uiteindelijk niet zelf bepalen welk project nou wordt gefinancierd. Nee. Dat zit in het circuit van de business to business, om het op die manier te noemen. Nou, andersom. Hè? Jullie hebben pas geleden, 16 februari, een informatiebijeenkomst gehad voor dus ondernemers die dus aangetrokken door jullie aanbod zeggen, wij willen wel iets doen in Mozambique. Ja. Hoe gaat dat dan? Maar er is een advertentie, neem ik aan. Of er staat in alle verschillende ondernemersbladen staat dat. Was er veel belangstelling? Er waren zo'n 20 deelnemers aan deze sessie. We hebben natuurlijk op dit moment 8 landen al lopen, waar we dit soort sessies ook hebben gedaan. En het was voor ons natuurlijk een beetje afwachten, want we zijn destijds gestart in landen als China, Egypte, Ghana, toch wat populairder bij het Nederlands bedrijfsleven. Laatste kwartaal van 2000 hebben we ook landen als Tanzania, Oeganda en nu ook Mozambique opengezet. Ja, bijna failliete landen. Nou, het zijn wat betere ontwikkelingslanden op die manier. En we waren natuurlijk ook benieuwd of daar gewoon interesse van Nederlandse investeerders te creëren is. Ja. Nou, op landen als Tanzania en Oeganda hebben we inmiddels de eerste, want het is een aanbestedingsproces wat in 2 fasen loopt, de eerste ideeën binnen. Daar kom je op zo'n 10 ideeën per land. Mozambique sluit volgende week. Daar verwacht ik ook
om nabij hetzelfde aantal projectvoorstellen, circa 10, waarvan we er dan uiteindelijk 4 of 5 zullen gaan honoreren, als de kwaliteit tenminste goed is. In Mozambique waren drie thema's met de overheid afgesproken. Dat is landbouw, transport en toerisme. Mm-hmm. Toerisme is overigens een thema wat we niet vaak zien, maar dat was duidelijk een verzoek van de Mozambicaanse overheid. Ja, ja. En als ik nu een beetje proef van de contacten ook op die dag, wat voor projecten we kunnen verwachten, dan zullen er zeker projecten bij zijn op het gebied van lokale productie bloemen. Nederlandse joint ventures die lokaal bloemen produceren. Ja. Misschien ook wel voor een deel wat vanuit Zimbabwe uitwijkt naar Mozambique. We verwachten projecten op het gebied van zuivelproductie, de verwerking van melk in melkfabrieken of een andere opzet. We verwachten projecten op het gebied van het verwerken van groenten en transporteren en exporteren van groenten naar het westen. En er zal waarschijnlijk ook nog wel iets op toerisme komen, maar ik ben heel benieuwd wat dat op gaat leveren, moet ik zeggen. Maar die ondernemers die daar dan zijn, komt er dan gewoon iemand die verstand heeft van bloemen of van toerisme en die zegt, nou, ik heb 3 ton, dus als jullie de rest kunnen bijleggen voor 1 miljoen, dan wil ik daar wel een lodge bouwen bijvoorbeeld in een of ander safarigebied. En dan zeggen jullie, nou goed, als daar zoveel obers rondlopen en zoveel jachtopzieners en zoveel huizenbouwers voor die lodge en nog wel een aantal mensen. Oké, dan krijg je 750.000. Er zit natuurlijk een heel proces aan met een beoordeling aan vast. Maar in essentie is het zo dat inderdaad de ondernemer komt met een idee. Wat je veel ziet zijn het wel vaak ondernemers die al een handelsrelatie of een andere relatie hebben. Ja, dus die zijn bekend, die hebben een partner en die zeggen oké, ik importeer nu bloemen, maar ik ben eigenlijk bereid om daar lokaal te produceren in een joint venture. Die stappen dus verder in die keten van handel naar investeren. Die hebben een vertrouwensbasis opgebouwd. Helemaal van niks beginnen in een ontwikkelingsland met een leuk idee. Wordt vaak niet gehonoreerd in de procedure, omdat daar het risico vaak te groot is. Dat is een te groot Wild West verhaal wat je dan binnen kunt halen. Dus dan zoeken we toch meer daar waar al bestaande relaties liggen. Oh, je bedoelt iemand die zomaar denkt van, ik wil wel eens een soort Donald Duck denkt van, daar duik ik maar eens in. Die heeft niet jullie eerste prioriteit. Het zijn dus mensen die eigenlijk bijvoorbeeld al in Mozambique wel eens rondgereisd hebben, die daar mensen kennen en die zeggen, nou ja, ik heb een Mozambicaanse partner. Zijn het overigens altijd joint ventures of niet? Nee. We zien in ongeveer de helft tot 3/4 dat het uitmondt in een joint venture, waar wel natuurlijk het aandelenverhouding dus kan variëren. Joint venture, dat is dus 50-50, hè? Kan 50-50 zijn. Ja, de aandelenbelangen zijn verdeeld over de lokale en de Nederlandse partner. Er zijn ook opties waarbij alle aandelen uiteindelijk in Nederlandse handen zijn, dus een 100% Nederlandse dochter eigenlijk wordt opgezet. En er zijn variaties waarbij eigenlijk geen aandelenbelang wordt genomen, maar met name een duurzame handelsrelatie. Dus er wordt bijvoorbeeld dan een afname door de greenery genomen. Hoe lang doen jullie dit al? Oh, een jaar of 4, zei je? 3,5 jaar, ja. Maar dat is in ontwikkelingssamenwerking. Maar daarvoor deed je het via economische zaken? Ja, maar dat is veel meer het positioneren van bedrijven. Dus er zijn eigenlijk toch al resultaten bekend van projecten die 10 jaar terug bijvoorbeeld gestart zijn? Niet zo lang geleden, maar wel van een jaar 5, 6 geleden, ja. En kun je daar al iets over zeggen? Is daar, nou, laat ik zeggen, in het algemeen ontwikkelingssamenwerking is 1/3 mislukt, 1/3 is matig en 1/3 is goed. Is dat daar ook? Ja, heel grof ingeschat kom je ook een beetje op diezelfde indeling. Ja, 1/3 van die projecten wordt gewoon tussentijds of vroegtijdig afgesloten, omdat er allerlei omstandigheden niks uit lijkt te komen. En ook dan kappen wij natuurlijk het project af. Want als we die duurzaamheid niet zien op een gegeven moment, dan stoppen we ermee. 1/3 wordt wel uitgevoerd, maar levert weinig spin-off op aan het eind. Dus dan staat het er wel. Spin-off, wat is het ook weer? Spin-off? Vervolginvesteringen orders die daarna kunnen komen. En 1/3 heeft zowel opgeleverd wat ze wilden bereiken, maar daarna ook allerlei extra's, waardoor het areaal van de landbouw vergroot is of de handel enorm is toegenomen na het project is afgerond. Als het eenmaal loopt, zo'n project, is er dan nog een beetje begeleiding van jullie of controle of houden jullie het een beetje in de gaten? Een beetje veel nog. Een beetje veel. Ja. Heb je er zelfs nog enige zeggenschap over? Ja, totaal zelfs. Totaal? Het is als aanbestedingsprogramma geven wij opdracht om uit te voeren. Dus dat betekent dat als wij zeggen van het project gaat nu afwijken van wat wij destijds hebben goedgekeurd. Ja, ja. En als het dan aan de verkeerde kant zit, dus werkgelegenheid wordt geschaad of de duurzaamheid lijkt niet meer haalbaar, dan trekken we de stekker eruit. Dus in die zin zitten we er bovenop. Oh, dat is inderdaad niet gek, want ik zie dus 6 criteria, waarvan er inderdaad een paar, 2 heel positief zijn voor. Het moet een positieve impact hebben op dus de plaatselijke werkgelegenheid. En het moet toegesneden zijn op dus de lokale omstandigheden en de lokale mogelijkheden van beroepen die daar zijn. En er zijn een stuk of 3 criteria die vooral in het voordeel zijn van het bedrijfsleven. En 1 criterium is er die in ieder geval zegt, nou, je mag in ieder geval niet iets doen wat ten nadele komt van de bevolking. Ja. En dat houden jullie goed in de gaten. Ja. En heb je dan wel eens ruzie met het bedrijfsleven die zegt, ja godverdorie, ik heb er al een 500.000 in gestopt, ik heb mijn best gedaan en opschieten.
Nog niet. Nee? Omdat we natuurlijk continu die win-win situatie proberen te halen. En ook het bedrijf wel begrip heeft. Wij financieren natuurlijk voor 2/3 een start-up project. Een start van een project. Om met ons mee te denken van hoe dat dan voor ieders tevredenheid. Zowel die van ons als het bedrijf als van de lokale overheid daar. Ja, ja. Zijn jullie van de PSOM? Staan jullie in principe aan de kant van de ontwikkelingslanden of aan de kant van het bedrijfsleven? Of zeg je nee, wij zijn gewoon een neutrale waarnemer? Ja, ik zie mijzelf als uitvoerder. Dus de ontwikkelingssamenwerking stelt de doelstellingen. Waarbij dus ontwikkelingsrelevantie en positionering naar ons bedrijfsleven de twee hoofddoelstellingen zijn. Maar wij zijn zo actief ook in de landen waar dat gebeurt. Ik zeg, wij reizen ook 3-4 keer per jaar de projectadviseurs op die landen. Dat we ook ons zeker wel betrokken voelen bij de situatie in de landen zelf. Dus het want als er nou zo'n project is daar en het mislukt eigenlijk een beetje. Die werkgelegenheid komt er niet echt uit. Er is zelfs nadelig voor de plaatselijke bevolking. Gaat het je dan aan je hart of denk je, god, hoe krijg ik het voor elkaar dat het Nederlandse bedrijfsleven niet gepakt wordt? Nee, het gaat mij aan het hart. Ik bedoel, de opzet is echt om beide partijen natuurlijk tevreden te stellen. En dat zullen we ook in alle projecten nauwlettend proberen. Of niet eens proberen, je staat niet aan de kant van het Nederlands bedrijfsleven van, we matsen dat. Nee, want de discussies, ook in Den Haag, maar in het hele land zijn natuurlijk wel van die aard dat je zegt van, je moet de maatschappelijke verantwoordelijkheid van die onderneming wel in het oog houden. Ja, en ook controleren, zeker in die landen, want het is heel gevoelig wat je daar... Hoe worden die landen uitgezocht? Want ik heb een lijstje, dat is inderdaad... China, Egypte, Ivoorkust, Zuid-Afrika, Cuba. Het is nogal mengel. Qua politiek en qua omvang en qua geografische ligging is het... of ze het uit de grabbelton gehaald hebben. Ja, dat idee kan inderdaad wel eens opgang doen. Het is natuurlijk gestart vanuit economische zaken. Dus dan zie je landen als China, Zuid-Afrika... die natuurlijk bij economische zaken als opkomende markt worden gezien. Mm-hmm. Met name vanuit handelsperspectief. Het is toen overgegaan ontwikkelingssamenwerking. Er kwamen in eerste instantie landen bij waar het bedrijfsleven al interesse had. Ghana is zo'n voorbeeld van zo'n land. En nu geleidelijk aan komen ook echt de betere ontwikkelingslanden als Tanzania, Oeganda, Mozambique in het lijstje voor. Dus we zakken in die zin wel naar wat meer ontwikkelingsgerichte landen met een op dit moment zwaar accent op Afrika. Ja, want die krijgt zelfs nog meer. Hè? Zuid-Afrika krijgt 80% kan je daar dus... Het is bijna risicoloos als je daar gaat investeren, lijkt mij. Nou ja, we hebben, om een voorbeeld te geven, 2 jaar geleden zijn we gestart in Zimbabwe. Toen Zimbabwe nog een land was, de wereld kijk, daar gaat beneden. Zimbabwe. Daar is inderdaad ook wel, daar is het natuurlijk een stuk slechter gegaan. Dus daar zie je dat de risico's die destijds acceptabel leken, nu zeer onacceptabel zijn geworden. Ja, en de landen waar wij het over hebben zijn natuurlijk toch landen waar allerlei risico's buiten het normale ondernemersrisico spelen. Waardoor dus de ondersteuning, of dat nou, want we variëren normaal tussen 50% en 80%. Met standaard 2/3. Dus een aantal projecten financieren, maar voor de helft. Maar dat is nog een fors deel. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Ja. Dus in die zin, het zijn wel landen waar ondernemers niet 1, 2, 3 naartoe stappen. Dus je zult daar toch wat drempelfinanciering moeten geven. Het zijn dus wel de wat moeilijker landen. Ja. Nou, China. Ach ja, China heeft die hele ontwikkelingsopte niet nodig. Ja. Cuba, dat verwondert me eigenlijk nog het meest. Omdat het helemaal die ideologische voorkeur niet heeft van het huidige kabinet. En het ook al een aantal jaren eigenlijk bewust afgevoerd is. Vanwege die ideologische voorkeur. Hoe is dat er eigenlijk weer bijgekomen? Dat is eigenlijk binnen het kabinet door de staatssecretaris van Buitenlandse Handel, heer Ibema. Opgebracht toen hij een handelsmissie vorig jaar naar Cuba organiseerde. Ja. En in dat kader, en dan krijg je wel een beetje het grabbelton-idee wat u eerder aanhaalde, zie je dat wanneer bewindslieden naar dit soort landen die op die lijsten van herfst voorkomen, reizen, toch kijken of ze wat er kunnen aanbieden. In dit geval is het dus via Ibema een PSOM aangeboden. En was die Cubaanse regering daar totaal verrast? Wist ze überhaupt van het bestaan van dit soort mogelijkheden? Nou, die weten op het moment erg goed wat er speelt. Ja, die maken ook gebruik van andere instrumenten als de exportfinanciering van ontwikkelingssamenwerking en haalbaarheidsfaciliteiten. Die hebben geld hard. Wat er gedaan in Cuba eigenlijk? Cuba staat de aanbesteding nog open. Maar daar zitten we vooral in de hoek van revisatie van transportmiddelen. Dus het opzetten van een workshop voor bussen en vrachtverkeer in een joint venture vorm. Er zit een pluimveeproject in, de integratie van de pluimveeketen. Er zit een project in... moet ik even kijken, want ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Nou, ik hoef het niet allemaal te weten. Maar ik vind het sowieso al fantastisch dat je het allemaal uit je hoofd weet. Wat voor projecten er allemaal zijn in al die landen. Wat zijn er? Een stuk of 15 wel, ja. Zeg, nou, we eindigen met tot 3 maart, geloof ik. Volgende week zaterdag. Ja. Of tot 1 maart, wat is het? Tot 3 maart. Tot 3 maart, volgende week zaterdag. Kunnen bedrijven dus nog inschrijven ten aanzien van Mozambique. En jullie informatie vragen. Waar moeten zich dan melden? Ze moeten zich melden bij Center in Den Haag.
Dat is een agentschap van de Nederlandse overheid. Daar sluiten de tenders. Niet alleen van Mozambique, maar het komende jaar zullen ook op al die andere landen nog nieuwe tenders, nieuwe aanbestedingsrondes voor projecten sluiten. Dus het handigste is als ze contact opnemen met mij bij Center. Oké. Zeg, Bas Pullens, heel hartelijk dank voor je komst naar de studio. En succes met alle duurzame projecten in die ontwikkelingslanden. En ik hoop en ik verwacht ook wel dat die mensen in die ontwikkelingslanden daar in ieder geval ook wat aan hebben. Dankjewel, graag gedaan.